Een verborgen tuin vol bloemen en vogels waar je even kunt ontsnappen aan de drukte van de stad. Dat is de Stadsoase, een nieuw initiatief dat op zaterdag werd geopend in de Kapelsteeg in Zwolle, midden in de binnenstad. Ja, we zijn heel tevreden met het resultaat en het begon met een muurschildering om te voorkomen dat er nog meer graffiti en andere graffiti op de muren kwam. Toen was het zo dat er hier heel veel fietsen geplaatst werden en ik ook een presentatie heb gegeven in het wijkpanel bij de gemeente. Uh-huh. En iemand anders, Gooitske Zijlstra, daar lid van, die had contact met studenten die een stadsoase voor hun Windersheim Honors College hadden gemaakt. Ja. En nou, zo is dat bij elkaar gekomen en zijn we verder gegaan om hier een stadsoase te creëren. Ja, dus dat was eigenlijk een best wel een kaal, grauwe plek om het zo maar te zeggen. En het is helemaal veranderd in een mooie oase. Ja. Ja, dat was ook het idee, omdat het, nou ja, het was gewoon een plek waar heel veel gepiest werd en mensen overgeven en zo, die dan uitgingen in de stad. En dat is, vind ik, toch niet iets waar je als stadsbewoners mee hoeft te leven, maar daar kan je best wel iets aan veranderen. Ja. En ja, we hebben dat geprobeerd met groen te doen, waarvoor we ook vanuit de gemeente en de provincie subsidie hebben gekregen. Dus, ja. Vandaag is het dus geopend, maar ik denk dat het al een tijdje langer zo is, omdat ik zie dat het best wel heel groen is. Hè? We hebben het op 10 maart met NL Doet, met z'n allen in de grond gepoot. Ja. Het waren 700 plantjes en wel 50 verschillende soorten en ja, allemaal inheemse plantjes. Ja. En die dag goot het gewoon, het was echt vreselijk weer. Ja. 'S nachts heeft het zelfs gesneeuwd, dat wij dachten, oh, dat gaat nooit goed. Ja. Maar echt gedurende het voorjaar spoot het de grond uit. Geweldig, ja, gewoon. Ja. En heb je nou in die tijd ook gemerkt dat zeg maar, het aantal mensen wat hier bijvoorbeeld wild plaste of graffiti en zo, was dat allemaal weg? Nou, de eerste week was spannend, want ja, toen moesten ze even wennen aan het idee. Ja. En toen dacht ik, oh nee, het gaat niet goed. Maar nu is het echt zo dat er veel minder misbruik gemaakt wordt van deze plek. En er is hierachter zeg maar, de parkeerplaats van de gemeente. En dat is nu een plek waar ook in het weekend en 's avonds fietsen neergezet kunnen worden. Ja. En je ziet dat veel meer mensen daar gebruik van maken. En ook graffiti wordt gewoon veel minder. Hier staat een beetje op de vensterbank, maar dat is eigenlijk alles. Ja. Is het nou zo dat de muurschildering, dat die graffiti vrij kunnen worden gehouden? Is het gewoon schoonmaakbaar, zeg maar? Nou, het is het gedaan door Stefan Alberts van Klaver 5. Ja. Daar had ik ook subsidie voor gekregen, ja, van het Buurtcultuurfonds. Dus dat is heel mooi. Ja. En dan hebben ze toch respect voor elkaars werk. Ja. Sinds die tijd is op die muur gewoon niks meer gekomen. Nou, geweldig. En wat stelt het voor? Want ik zie daar een Laurenskapel. Ja. Dat heeft vast met de historie van Zwolle te maken. Dat klopt. Heel veel mensen lopen hier die kapelsteeg voorbij van, nou ja, het zal wel. Ja. Maar hier heeft vroeger de Laurenskapel gestaan, die gesticht is door baron van Ittersum destijds. Uh-huh. En die woonde hier schuin tegenover en het hoorde ook bij het refter, zeg maar, het klooster daar. Ja. Het wordt dan wel gebruikt voor mensen met een fiets. Ja. Ze doen het toch netjes aan de hand, ook al is het in de lucht. En ze zetten hem niet meer hier neer. Nee. Ja. Dus maar een stukje muur in een van die appartementen is ook een overblijfsel van de Laurenskapel. En dat is ook het, een gemeentelijk monument. Dus ja, maar dat zit verborgen achter bestaande muren nu. Ja. Dus, ja, en zo is dat grauwe steegje verworden tot een mooie groene stadsoase. Wil je er een keer doorheen lopen? De Kapelsteeg is te vinden als zijstraatje van de Sassestraat. Tegenover de ingang van het sushi-restaurant aan het Bethlehem Kerkplein.